Zweten in de auto hoeft niet meer, nu bijna alle auto's airconditioning hebben. Maar zo'n koelsysteem verbruikt meer energie dan je denkt. Met de airco aan verbruik je zo'n 15% meer brandstof. Toch maar een raampje openzetten dan? Dat hangt er vanaf. Wie op de snelweg een raampje openzet, verbruikt meer brandstof dan met de airco aan en de ramen dicht. De lucht die door de ramen naar binnen stroomt, remt de auto namelijk af. In de stad kun je wel beter een raampje openzetten, want dan rij je veel langzamer. Vanaf 80 km per uur is juist de airco zuiniger. Een airco produceert geen kou, maar koelt de lucht af door verdamping van een vloeistof. Lekkage van dit koelmiddel is slecht voor het milieu. Zorg daarom voor goed onderhoud. En als je de airco minstens 1 keer per maand gebruikt, drogen afdichtingen en pakkingen niet uit. Zo voorkom je lekkage. Geen airco gebruiken en de ramen dicht houden is natuurlijk het zuinigst. Wil je niet smelten? Gebruik de airco dan in ieder geval niet op vol vermogen. Zet de temperatuur niet te laag en de ventilatorstand niet te hoog. Een warme auto snel afkoelen in de zomer? Rijd eerst een paar minuten met de ramen open, doe ze dan dicht en de airco aan. Kun je weer lekker chillen in de auto.